Een hele goede morgen. Ik ben net naar Waalwijk geweest, naar het ziekenhuis. En om bloed te prikken voor mijn gastric bypass. Er zijn gewoon controles, vitamines en alles worden dan gecontroleerd in verband met mijn zwangerschap ook en zo. En hij is, de laatste 2 minuten is hij in slaap gevallen. Dus ik laat hem heel eventjes slapen en dan maak ik hem wakker. En dan ga ik ze fruithapje geven. Ja. Oh. Jordi, die heeft het gepresteerd. Oh, hij is trouwens weer wakker. Hij heeft zijn fruithapje gehad. Dus hij legt daar een flesje en dan gaan we kijken of dat hij nog wil slapen. Maar hij heeft het gepresteerd om net zo lang mijn benen omhoog te tillen door ik dit deed. En nu zit hij met mijn broek te spelen. Ja, mijn pyjama broek. En met mijn voeten. Met mijn voet. Dit is dan zo'n pyjama broek die ik zeg maar aan had toen ik zwanger was van Jordi. Die is al helemaal versleten, maar hij zit nog zo verschrikkelijk lekker. Maar ja, het is een van de laatste weken dat ik ze aan kan. Ze zijn echt versleten. Wel erg. Maar goed, ze zitten gewoon zo lekker. En dus als Jordi ze sloopt, dan boeit me dat ook niet. Maar hij zit ondertussen dus Pumba te kijken. En met mijn broek te spelen. Niet doen, de kietelt! De kietelt! De kietelt! Nee, niet doen! Nee! Nee, 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 nee! Nee, de kietelt! Mama kan niet tegen je kietelen! Nou, wij hebben het voor elkaar, hoor. Jordi wilde niet gaan slapen, dus toen ben ik maar met hem in bed gaan liggen. En wat is er toen gebeurd, Jordi? Wat deed mama toen? Juist, zijn we samen in slaap gevallen. Papa komt zo wel thuis. En, oh, die is thuis. Ja, jongen. Ben het wakker, hè? Ja, die joef. Maar goed. Ik ga even mijn macaroni maken. Dan kunnen we eten. Nou, mijn geliefde pyjama broek waar ik het straks over had, die is nu helemaal kapot. Ik ging op de hak staan en toen scheurde die helemaal los. Dus die heb ik weggepleurd. Ik heb maar even een andere broek aangedaan. Andere pyjama broek zit ook lekker. Jordi ligt inmiddels in bed. Maar ja, omdat we straks wel langer geslapen heeft, is die nog wakker. Maar hij ligt wel gewoon te tukken in bed. En ik ben even met hem op de koffie geweest. Bij de koffiecorner hier in de straat. Natasja. Ja. En Kelly en Melanie. En Stefan. En Stefan. Toet toet. Nou Stefan, je weet waarom je het doet. Nu zijn wij de Masked Singers aan het kijken. Hoe heet dat? Ben jij aan het kijken? Ja, daar ben ik aan het kijken. Ja, ik vind het wel grappig. Ik heb al eentje, nou nee, meerdere, waarvan ik denk van nou, dat is die of die. Maar eentje weet ik echt heel zeker. Maar ja, dat is uiteindelijk afwachten, hè. Wat? Nee. Goedemorgen! Zoals jullie zagen waren we al op stap geweest. Dus we hoeven vandaag niet meer weg. Nee! We waren al weg geweest, schat. En nou gaan wij lekker fruithapje doen. Lekker fruitje!
Oh. Oké, dankjewel. Ik vind het heel lief van jou, kusje. Ja. Ja. Ik ga nog veel meer kussen vandaag, jongen. Maar goed, wij gaan fruithapje doen. Deze kleine vent heeft net zijn flesje gehad en ligt nou lekker te slapen. Ik breng hem zo lekker naar zijn bedje toe en dan ga ik zelf wat eten en dingetjes doen hier in huis, zoals altijd. Was daar iemand wakker, schatje? Ben jij wakker geworden? Oh, kleine scheet. Ga je ermee uit? Ja? Ga je ermee uit? Moet je klimmen, hè? Trekken. 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 Goed zo. Hoger pakken. Goed zo. Trekken. Goed zo. Hoppakee. Trekken. 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 Omhoog stappen. Omhoog stappen. Omhoog stappen. Goed zo. Goed gedaan. Ja. Kom gauw. 1, 2. Ja, Bianca belde Mandy op. Of we zin hadden om mee te eten. Nou, dat hebben we gedaan. Het was lekker. En Mandy? Ja, het was heel lekker. Mandy is de nagels aan het doen. Ja, anders weer. Ik doe belangrijkere dingen. Op de bank liggen. Jordi is nog een beetje aan het mopperen. Ik dacht dat het heel stil was. Nou, hij doet af en toe... Ja. Het kan ook goed dat hij slaapt. Dat hij een beetje geluidjes maakt in zijn slaap. Ja, hij is al de hele dag een beetje aan het zeuren. Mhm. En hij is denk ik ook verkouden aan het worden. Ja. En dan... Ja, we gaan niet echt veel bijzonders doen. Een beetje tv kijken vanavond. Ja. Dus dan hopen we dat Joy lekker blijft slapen. Anders is papa de pineut. Ja. Ja. Ik heb netjes gevraagd of ik dit moet doen. Toch? Ja. Je gaat lekker bekken zitten trekken. Heerlijk. Nou, fijne avond. Een hele goede middag. Gisteravond wouden we de vlog nog afsluiten. Maar we waren ten eerste heel moe. En ik voelde me met een minuut beroerder worden. Ik weet niet of jij er ook last van had. Nee. Nee, hij was met een minuut moeer. Mm-hmm. Ja. Maar uiteindelijk lagen we dus in bed. Dit zijn trouwens mijn nagels geworden. Gewoon simpel, neutraal. Niet veel bijzonders. Toen lagen we net in bed. En wat hoorden we toen? Jordi. Ja. En die is eigenlijk een beetje heel de nacht wel aan het spoken geweest tussendoor. Twee keer heb ik zijn luier moeten verschonen. Ja. En om 3:30 hebben we hem maar opgegeven. Hebben we hem in bed genomen. Ja. En toen werd ik om 9:15 wakker. Pak even vast. Toen werd ik om 9:15 wakker. Was hij helemaal druk tegen me aan het springen en doen en het lachen. Was echt een compleet ander mannetje als in de nacht. Ja. En ik ben zo ziek als een hond.
Dus blaffen dan? Oef. Nou, je hoort het. Nee, ik ben echt brood. Echt verkouden, alles is helemaal dicht. En nou, het zit gewoon niet lekker. Ik voel me eigenlijk ook helemaal niet lekker. Jordi is ook flink verkouden. Ja. De vraag is nog even of woensdag die dagopname wel door kan gaan. Als ik me eigen voel zoals vandaag. En Jordi zou zich ook zo voelen, dan denk ik niet dat hij dat, dat hij dat kan. Volgens mij mag je ook als je verkouden bent niet. Mag wel als je enigszins iets of wat snottert. Maar het mag niet zeg maar als je gewoon zoals ik nu erbij zit. Ja, we gaan het even afwachten. Maar in ieder geval, Jordi slaapt nu. En ik ga zo dadelijk in de keuken rommelen. En Niels die... ligt zijn normale, in zijn normale houding. Ik ben gewoon nog moe van de nachtelijke uitstapjes. Van de nachtelijke uitstapjes, oké. Nee, oké. We hebben wel uitgeslapen voor ons doen. Mm-hmm. Maar goed. Wij gaan even verder met onze dag. Inmiddels is Jordi alweer wakker. Hé jongen? En mama is van alles boven aan het doen. En het opruimen en zo. En poetsen. Ja. En jij bent ook een beetje verkouden, hè? Ja. Ik deed net heel veel niezen, hè? Ja. Heel veel niezen, hè? Ja. Heel veel niezen, hè? Net. Nee. Nee. Dit is uitproberen. Laat ze los. Jordi. Nee, niet aantrekken. Laat los. Loslaten. Loslaten. Jordi, nee. Nee. Loslaten. Schiet op. Nee, mag niet, hè? Mag niet. Nee. Ja, het is goed met jou, maar het mag niet. Mocht gisteren niet, vandaag ook niet. Hij is een beetje zeurderig, maar ja, dat snap ik. Ik voel me eigenlijk ook niet lekker. Wij voelen ons samen niet zo lekker, hè? Nee. Oh, samen niet lekker. Maar goed, ik ga eventjes verder met deze meneertje zeur. Hè? Oh. Jordi, die is lekker in bad geweest. En tandjes gepoetst, luf gesmeerd en helemaal klaar voor zijn bedje zo. En lekker slapen. Ik denk dat wij er ook niet al te laat in liggen, of wel papa? Het ligt eraan wat mama nog allemaal van plan is. Mama die wil hier nog even alles opgeruimd hebben. Ik hoop dat je dat kan begrijpen, meneer. Doe ik de box opruimen? Ach, lekker 9 of 10. Nou, we kijken nog wel even hoe we het allemaal doen. Jordi ligt dan even te slapen. Je gaat zo douchen. En wij gaan op tijd ons nest in. Met, ik ben, hoe noem je dat? Ziek. Ik ben ziek. En ik ben gewapend met keelstoepjes en de hele zooi. En ik hoop dat Jordi niet zo ziek is als ik. Maar goed, ik heb het idee dat hij dat wel wordt. Maar dat is afwachten. Ik ga deze ups en down afsluiten. Want ik heb niet veel meer te vertellen. Welterusten allemaal. Welterusten. En hopelijk...
gaat morgen weer wat beter.